Oké, we gaan hier nu het plafond slopen. I'm so sorry. Ik vroeg of je naakt ging voor de vlog. Deze man rijdt bijna tegen mijn auto. En het is trouwens de eerste keer. Wat doe je? Kijk trouwens naar dit mooie ding. To open the car. Poepenholke van niet. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga nu naar KSA vertrekken met mijn mooie witte Fiesta. Need to open the car. Yes. Oké. Koud man. Echt koud. Ik zit nu in mijn KSA kleren, in mijn jeugdbeweging kleren. Jullie vragen jullie waarschijnlijk af wat de fuck gaat hij doen, want het is niet eens jeugdbeweging. Allee, ik heb toch een oudere groep, dus ik heb toch geen jeugdbeweging. Ik ga dus het plafond maken van de KSA. Maar het enige probleem is, ik heb geen tijd om te editen vandaag. Dus ik weet niet of er gisteren een video online is gekomen. Ik hoop het wel, want het is vlog 10 en het zou wel even een mijlpaaltje zijn om toch die 5 dagen al gehaald te hebben. Maar ik weet niet of de video online is gekomen, dus ik hoop het echt. Ik hoop dat ik gestunt heb en dat het mij toch nog gelukt is. Maar ik ga dus nu ontbijten in de auto en vertrekken naar Niels. Ik ga Niels ophalen, want we gaan samen de KSA plafonnen maken. Yeah, yeah, yeah. En nu een goede pokoe. En het is trouwens de eerste keer dat ik ga rijden als het zo gevriest heeft. Alles is zo wit en het is zo dauwig. Ik sta aan een stoplicht, dus ik heb even mijn dingen aangezet. Ik wil even zeggen, dit is het beste ontbijt dat er is. Dat is een spekbroodje. Maar dat is dus gewoon, dat is gewoon een pistolet met spek en kaas erop, hè, maar... Wat doe je? Ja, mama, ik ga de auto eigen stofzuigen. Ik beloof het. Maar, wauw. Dat je dat nog niet hebt gehad, koop het. Koop het nu. Ik ben gearriveerd bij Niels. Niels bent echt in het poepenholken van niks. Het was hier nog mistiger dan overal anders. Holy moly, kak, waar blijft hij nu ook? Hij heeft mijn koffer opengezet en dan is hij weer weggegaan. En nu sta ik hier in het midden van de straat. Misschien moet ik me even een duistiek zetten. Oké, het boeit eigenlijk ook gewoon hier. Daar is Niels. Daar is hij. Yo, vloggers. Yo, hier is Niels. En wij gaan dus de KSA maken. De KSA is stuk. Oké, we gaan hier nu het plafond slopen. We zijn nu op KSA. Dit plafond gaat kapot. Ja, dat gaan we doen. We zijn het plafond aan het slopen. Ik heb een winkelkar gehaald. Daar gaan we al het vuil in steken. Komt helemaal goed. Hallo allemaal. Aminoge! 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 Ben je er te klein voor? Je zou op tafeltjes staan. Je staat op camera, hè? Hey, Van Gerben. Ik wil geen rijstkoek! Van Bosto. Wat voor smaak is dat? Zongedroogde tomaten. Goed, dat is echt lekker. Snapchat. Ja, dat kan ik toch niet aandoen. Lekker, hè? Dat doet echt naar zongedroogde tomaten. What the fuck? Wat is gekomen? Het gaat 10 keer sneller. Echte bouwvakker. Yo, Eto! Het is klaar. Kijk deze, supermooi. Hier moeten we de schiprookplaten opboren. Hebben jullie nog iets te zeggen? Nee, oké. Okay. Wat is de bouwvakker go skating? Oké, dit is een skatenles. Impossible met ketterknoers. Restart. Ja. Wat doe jij, man? Kijk, ik kan dat eigenlijk niet. Ik doe gewoon dat hoog. Hij kan dat eigenlijk niet echt. Oké, dat was wel clean, maar dat staat echt heel brak op beeld. Normaal. We zijn net de giproplaten gaan halen en deze man rijdt bijna tegen mijn auto. Kijk naar dit, er is de slechtste opstelling ooit.
Die platen gaan zelfs allemaal bereiken als Mats één keer over een drempeltje rijdt. Oh, we rijden niet meer achter Mats. Nee. Je van naast hem rijden. Mooi. Hallo. Kijk trouwens naar dit mooie ding. De beefste kaas. Weet je wat die allemaal aan het zeggen zijn? Het is bijna 20 na 4. Petit G. De platen zijn ontvallen. Ze zijn ontvallen. Dit gaat echt niet goed komen. We zijn er wel bijna, maar we moeten nu voorbij de politie nog. Dit is illegaal. Dit mag niet. Dit moet je vastbinden. Dit is echt cruciaal. We zijn nu aan het aankomen, maar de platen zijn ook echt aan het vallen. Ja. Oh! Dat staat er niet op. Oh, dat is kut. Oké, ik ben terug van KSA. Het is al 6:30 nu. We hebben het dak ook niet helemaal afgewerkt. Steffi komt nu naar mij en dan gaan we naar de McDonald's. Eerste keer in 2020 dat ik naar de McDonald's ga. Het is 9 januari. De laatste keer dat ik ben gegaan is echt de laatste dag van december of zo. Wij gaan naar de Meir. Superleuk. Try to flex with your ass. Wat gaat Eddie toch zo doen? Wat vinden jullie van mijn nieuwe broek? Vorig jaar zou ik dit nooit durven dragen. Supermooi! We zijn terug van Antwerpen. Ik voel me een beetje shitty. Ik heb in Antwerpen ook niet gevlogd omdat er ook niks leuk is om te vloggen. Er is niks leuk aan winkelen nu. Maar Steffi gaat nu een mooie modeshow geven. Perfecte content. Kan ik weer in de titel zetten. Bedankt Steffi. Gaat je ook naakt deze keer? Eindelijk dan, Steffi? Ja! Zeg jij ja? Haha, ze zei ja! Yes! Ik vroeg of je naakt ging voor de vlog. Ik wist dat het niet ging gebeuren. Ik heb Family Guy kijken. Family Guy is de beste serie die er bestaat. Nee, maar je moet wel modeshow-achtig lopen, hè. Opnieuw die deur open en kom. Het gaat om het bloesje. Ik geef het een 6. Echt? Zaas. Zaas? But I like it. Nu gaat het om het blouseje. Dat geef ik een 9. We waren daar net trouwens naar een McDonald's gegaan. We hadden 2 Mac-menu's besteld. 1 met een chicken nuggets en 1 met een Big Mac. En dan een extra Big Mac gevraagd. We kregen ineens 3 Big Macs en 1 keer friet. Ik heb te veel McDonald's gechapt. Het gaat weer om het blouseje. Ik vind het prachtig. 10 op 10. Echt? Ja. De décolleté mocht nog juist een keer, bekken dieper. Oké, ik vind het mooi, maar ik ga eerlijk zeggen, toen ik binnenwandelde, dacht ik dat ik een pul van mijn opa aan had. Ik geef het een 8,5 op 10. Gewoon met je mijn opa, opa is cool. Mama, niet kijken dit, hè? Ja. Hallo? Opa pa is het eigenlijk, hè? Ik noem mijn opa dus opapa. Mijn ouders noemden mijn opa pa. Gewoon pa. Mijn mama wou niet dat wij die ook pa noemden. Mama wist geen andere naam. En opa vond ze ook al stom. Want mijn andere opa noemde natuurlijk opa. En toen zei Mats ineens opapa op een dag. En vanaf toen heeft elk kleinkind opapa beginnen zeggen. En nu zijn we met 8 kleinkinderen. En we zeggen nu allemaal opapa. Opapa, als je dit ziet, I love you. En mijn opapa verjaart ook op dezelfde dag als mij. Die is exact 61 jaar ouder als mij. Negen en een half op 10. Zeg, trouwens, als jullie het niet leuk vinden dat Steffi in de vlogs komt, dan moet je het zeggen, want dan maak ik het gewoon uit en dan zoek ik wel een nieuwe vriendin die voor jullie wel leuk vindt. Ja, ik meen dat wel echt. Ik heb alles over voor jullie. Jullie komen op de eerste plek. Pas op voor mijn computer. Alsjeblieft. I'm so sorry. It was a prank. Matashi.